En het starten hebben wij voor de Flying Birds, Valerie Meinders. Voor FMC De Woepers, Joyce van den Burg. Voor NCC Nijkerk, Emily Vos. BMX Apeldoorn, Mariska Bosket. FCC De Spartaan, Rensje Roelofs. NCC Nijkerk, Suela Reutinga. De IJzercrossers, Anne Mokink. En voor de Woepers, Jane Reak. Dames, succes. Oké, daar valt de rek. En wie kan dan als eerst vertrekken? Is dat in het midden naar Rensje Roelofs? Of is het aan de binnenkant Jin Reak? Dat lijkt toch Jin Reak te zijn, de dame van Berlikum. Ja, zij pakt hier de leiding. En krijgt met zich meer Rensje Roelofs en Suela Reutinga. En ook Emily Vos kan nog aansluiten. Maar vooraan wordt het spannend, want Rensje Roelofs is er al voorbij. Ze rijdt daar een keurig tweede stuk en neemt de leiding over van Reak. En gaat Roelofs dan de titel meenemen? Want ook de promotieklasse schreef al op haar naam. We zien ervoor Roelofs op 1, Reak op 2 en Reutinga op positie nummer 3. En dan lijkt ook zo naar de finish te gaan. Of daar Reutinga nog een plekje naar voren komen. In ieder geval gaat de winst naar de Spartanen. En achterhoekskampioen met de dames van 16 jaar en ouder is dan Rensje Roelofs.